Beste luisteraars, aan het eind van het jaar wil ik toch graag een klein woordje tot jullie richten. Wij weten allemaal dat 2020 niet ons beste jaar was. Zowel onze stad als Vlaanderen, als België, Europa, gans de wereld was in de ban van die verdomde pandemie, van dat verdomde coronavirus. Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om u allen, beste luisteraars, te danken voor de zware inspanningen die u hebt geleverd het afgelopen jaar. Samen hebben we die inspanningen gedaan en hebben we toch relatief die pandemie in onze stad onder controle gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Maar, beste luisteraars, 2021 wordt beter. Dat hopen we en daar gaan we voor. Er zijn vaccins op komst. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich laat vaccineren. Langs de andere kant moeten we beseffen dat die vaccins er natuurlijk niet onmiddellijk zullen zijn. In afwachting zullen wij al die veiligheidsvoorschriften verder moeten blijven naleven. Ik druk erop, verder blijven naleven. Er zal ook een campagne gevoerd worden door onze communicatiedienst Zijde Nog Mee. Zeer, zeer belangrijk. In 2021 zal het stadsbestuur natuurlijk ook verder zijn verantwoordelijkheid nemen, verder onze stad moderniseren. Zoals jullie wellicht weten, komt er een nieuw zwembad in onze stad. In het voorjaar van 2021 zal het ontwerp er komen, zullen jullie allemaal het ontwerp kunnen inkijken. We werken ook verder aan de tewerkstelling in onze stad. Zeer belangrijk. Ons industriepark E17-4 zal in 2021 meer vorm krijgen, zodanig dat we de tewerkstelling in onze stad op peil kunnen houden. Wij werken ook aan een modernere dienstverlening. Zeer belangrijk ook. We hebben een postgebouw aangekocht en wij hopen ook het financieel gebouw aan de Grote Kaai te kunnen verwerven. En dat maakt deel uit van gans het dienstverlening, het nieuw dienstverleningsproject. We gaan ervoor samen met jullie allemaal, beste luisteraars, in 2021. Het belangrijkste is dat jullie zich blijven goed voelen, dat jullie en je familie zich goed voelt en dat jullie de beste gezondheid kunnen hebben. Beste luisteraars, 2021 wordt top. Samen gaan we ervoor. Gelukkig nieuwjaar!